Hoppakee. Ja, ja. Nog even nagaren, zo gezegd, zou ik zeggen. Jan, de cabaretuur is gewoon ervan hoor. Een klein beetje testie erbij. Maar doe hem iets meer. Klein toefje voor de smaak. En dan gaan we er nog even wat heet water bij doen. Heet water. Nou, dat laatste beetje kan er ook wel bij. Oh, ik gooi het over de knop heen. Nee. Eens even kijken. Nou, wat daar omhoog komt drijven, dat is nog een restant tinner. En de grap is, je ziet het gewoon wegdampen. Want het water is een graad of 40, 50 misschien. Nog wat verfresten van zijn spuitwerk op de kapjes. Nou, het slaat nu wit door de dusty. Gaan we de temperatuur aanzetten. Inderdaad, het is om en nabij de 45 graden. Dan gaan we iets heter maken. En dan laten we hem gewoon weer staan. Hier zie je alweer wat loskomen. Ik heb geen idee hoe het werkt. Er gebeuren nog steeds dingen die ik niet begrijp hoe het werkt. Maar ik laat het maar gewoon gebeuren. Grappig, hè? Dus dit zijn de cabaretteurs van Jan. En dan hoop ik dat ze nog net even een klein beetje schoner worden. Op zich zag het er al heel mooi uit. Ik weet alleen niet, die zijn niet van mij. Die is van hem. Laat die ook nog maar even erin gooien. Oh. Nou, geef hem alweer een half uurtje dan. Dat vindt dat wel goed, hè? Ja, kort filmpje, ik kan er even niks aan doen. Ik laat het gewoon staan en dan blaas ik het vanavond droog. Zo. Nou, ik zet hem op 60 graden, laat maar lekker staan. Nou, dan gaan we eens even kijken naar de startmotortjes. Maar dat doe ik eventjes in een volgend filmpje, want dit filmpje is meer voor Jan bedoeld. Dan gaan we eens even naar de startmotortjes kijken. Nou, pak ik jullie op met het volgende filmpje. Tot zo!